all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. Connected. User entered your channel. Okay, we now mention. Sharing your life. Channel switched. Goedenavond. Yo. Yo, what's up? Hoe is het nou? Ja, wel goed. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat joh? Ja, ik heb Flash Beacons download. Mods, de singleplayer. Alright. Maar op de een of andere manier, misschien dat ik naar dingen moet gaan. Euro 3 is offline. Offline? Ja. Uh-oh. Ik zal mijn moeder even terugzetten, want ik heb nog even een zwaar transportje gedaan. Oké. Okay. Ja, is offline zie ik. Oké. Offline. Offline, Euro 1. Euro 5. Waar zijn die anderen offline? EU2 ook offline. EU2 is ook offline, ja. Dus dan gaan we even goud terugzetten. EU1, denk ik. Ja. Oh. Ook hem even terugzetten. Als jij hem wel eens in terugzet, jongen. Ik heb wel weer een ritje gedaan. Ga je ook Europe in gaan dan? Ja, laat maar doen dan, hè. Dat is niet anders. Ik bedoel. Het is niet anders. Ik. Eigenschappen. Mijn bordje is terug van vakantie. 1.30.1.6. Zullen we die vehicle gaan? Hoor. Er was een update voor TeamSpeak, maar dat heb ik lekker niet gedaan. Ah, ik heb het allemaal ingegooid. Nou, ik niet. Wat niet dan? Geen zin in. Ik denk, ja, je weet hoe lang dat nou weer duurt. Ik heb helemaal geen belang bij. Ja, zo. Waarom doet hij dat niet? Ik zal zo even kijken. Ongeluk. Zo, even terugzetten. Ik kan al rondrijden in een Renault Clio en in een Mercedes Sprinterbus. Alleen een singleplayer natuurlijk. Zo. Ja, dus ik heb download. Ja. Nee, ik zit even te wachten, dat gaat me weer niet snel genoeg, joh. En ja, we zijn live, dus ja. Drie kijkers. Twee sticks. Kijk, ja, je moet mij ook toevoegen, dat denk ik niet. Wij zijn het streamteam.
Ik ga gauw bij mezelf kijken, voor, want hij kan je teamspeak. Oh, User disconnected from your channel. Hij is alweer disconnected. Ja, maar dat is TS. Dat is echt TS. Ik heb geen TS. Nee, maar in de gewone kan die wel, anders maak ik gewoon even een server aan, hoor. Ik vind het wel goed. User joined your channel. Bosh, hallo. Ja? Ja, hoor je, hoor. Ja, dus. Ik hoor je, ja. Hulp en truck live. Hallo, live. Nou, ik kan hem ook weer starten, dus. EU1, hè? Ja. Vraag maar waarom die anderen offline zijn. Geen idee. Ik zie hem er niet binnen staan. Binnen staan. Misschien. Zou kunnen. Klaarmaken voor speciaal transport. Weekend. Ga je mee rijden of ga je YouTube zitten kijken? Ik ga mee rijden. Ik wil zeggen, anders dan bij mij doet hij het wel. EU3 hoor. Waar wachten jullie allemaal? 1400. EU2 zit bijna vol. We kunnen EU2 een keer doen. Dat weet ik niet, maar bij mij niet. Ik kan gewoon in EU3. Ik ga even mijn stuur goed zetten. Wat?
time scores. What? Underscore game fashion detected. Expect. Ja. Ben zo terug. Oh, dat is goed. Waar is mij dan ook weer? Dan moest ik Steam starten. Je moet eerst Steam starten voordat je wat anders doet. Was oud launcher was dat? Ja, dat was de. Ja, je hebt die van alles geïnstalleerd, hè? Ja. Dat was degene die. Ja. Ik ben niet aan het helpen, dan ben je anderen aan het helpen. Ik doe wel het fucking... Oh, extra. Ja, geen wonder. Ja, waarom niet? Ik wil wel. Waarom niet? You take Euro Truck Simulator 2. Ja, Euro Truck Simulator 2. Rechtermuisknop. Dan doe je eigenschappen. Ja, je moet gewoon voortaf als je op de computer gaat Steam opstarten, want dan voorkom je dit gauw. Ik wil gaan rijden, ik heb geen zin om weer een uur niks te doen. Dan ben je helemaal flauw van. Ik was een keer echt een muisknop eigenlijk. Bijna beta's. Hoogste. Ja. 1.30.1 Kallen. Ja. Buiten. Downloads. En dan moet je die aanklikken daar. Nou, terug even naar andere sessies. Maar als die klaar is, dan kan je gewoon spelen. Gewoon even wachten. Kan jij een EU3 nou? Ik heb een EU3, ja. Nice, dan kom ik daar zo ook eventjes heen. Marcellus? Ja? Waar is mijn koffie dan? Nee, hij zegt, ik zeg, maak even voor jou, dat is goed. Hij loopt naar beneden en hij komt gewoon niet terug zonder koffie. Hij moet toch van Tom niet in de game. Sorry. Ja.
Als die jas straks klaar is, kan je gewoon een EU. Zeg, ik heb een ik had even een Renault Clio mod gedownload, een scheur met een Renault Clio. Hij kan scheuren met een Land Rover, BMW, Audi's, Opel Astra, Alfa Romeo, oude eend. Wat is dat GROFR dan? Bij het event. Ze hebben wel wat aangepast. Ik zie geen EU5 meer. Of geen EU6. Ik zie EU5. Maar EU5 is nou no cars. Net zoals EU3. Dan heb je EU4 is no collision free roam. Ik kan later meerijden. Hoi. Ja, moet toch Scandinavië blijven als maar zelfs meerijden. Of Oostblok. Maar die is er tanken. Dan moet ik denk ik ook. Oh, waar zijn we gelogd? Wij zijn gelogd in. Oh ja, bij die dingen. Ik heb weer mijn stream dan, jongen. Ja. Voor mij op de laptop is heel raar. Je bent bij het tankstation nou? Ja. Oh, ze hebben een stukje jagen. Buitenwissers doen het goed. Nee, is de laptop. Is de laptop, maar loopt hartstikke mooi. Ja, ja, oké. Okay. Nou, fijne bot. Dan is je bek alweer dicht. Weekend gaan we even aan de gang met andere goals. Ja. Ik moet morgen wel eens even werken. Ja. Alright. Nou, volgende week woensdag ben ik niet online, want ik is morgen op werk en daarna naar Jan Dino. Alright. Best doet het gewoon dus. Ik ga nou ook inloggen. We gaan natuurlijk zeker met de. Nee, niks. Is die al klaar met zelfs? Ja. Dan kan je het afsluiten en dan kan je gewoon naar EU. Dus stuur gewoon afsluiten. Nee, alleen die ding sluiten. Kruis je gewoon bovenin. Hij is pas op Paul Nosby. Toevallig. Kruis je bovenin? Ja. Had ik mij
shit. Ik heb al nog iemand. Ja, en nou neem ik rust en ben waarschijnlijk de achter de kloot. Oh, dat vind ik een sokken plat, hè. Allemaal bommen aan de hand. Oh. Maar helemaal niet meer zo. Wij zijn in. Heertisal zijn wij nou wel, Marcellus. Heertisal? Ja. Vlak bij Frederikshaven. Marcellus. Is het gewoon in Nederland? Nee, wij beginnen daar. We gaan langer een contractje doen. Voor langere rijden, hè? EU3? Ja. EU3. Wij staan daar bij de Repair. Ja, we kunnen anders naar Amsterdam komen. Vandaar wel weer Scandinavië. Ja, doen we dat toch. Ik zal even kijken. Even kijken waar hij is. Laat eerst eens kijken waar hij is. Ja. Ik weet niet waar hij heeft uitgelogd de laatste keer. Minder weg. Nee, hij lag wel netjes uit bij een Repair of Hotel. Even kijken. Staat wel een kill op. Moet je drukken ergens? Ja, gisteren waren mijn 700 man, nou zit er al 1500 in. Ja. Dat is best weinig, want het is allemaal die hoe heet dat? Ja, die backhand uittesten zijn. Oh, jongens, we kunnen niet op tegen mijn Renault Clio. F5. Ben in Venetië. Daar ben je. Venetië. Heeft hij ook Italië? Nee, maar je hebt Venetië, Torino. Je hebt vier plaatsen, heb je. Standaard. Wow. We kunnen naar Venetië reizen. Ik weet niet of je daar een, ik weet niet of je daar een garage hebt. Of maar. Ja, ik weet niet of ik daar een garage heb. Ja, dan moet ik even kijken. Kijk. Wacht even hoor, ik zit even het geluid uit spel, want anders hoor ik ja, niet zo goed. Hoor je mij heel slecht hoor? Ja, door de spel. Oh, hij heeft de muziek te hard staan. Nou, niet de muziek, maar het geluid zelf. Okay. Zet je het gewoon wat zachter. Waar heb jij allemaal garage, Marcellus? Ja. We weten waar we heen moeten komen. Even kijken. Ik heb er wel een Rome. Ja, die heb ik ook. Graasjebeden. Ik heb er eentje Grimsewiels, Nabruk, Nets, Eindenburg, Katowice, Amsterdam, Rotterdam en Cambridge. Nieuw ook. Ja, we kunnen van Rome pakken, hè. En dan naar Ringerzeejakken. Nou, hij had ook Katowice. Ja, ik heb daar ook een garage. Ja, dat is wel goed. Ik weet niet waar Katowice is, maar... Polen. Ja, ik weet het niet. Kom maar, we gaan gewoon vanaf Amsterdam dan. Verder kom ik naar Amsterdam. Of Rotterdam, één van de twee. Maakt me niet uit welke. Doe maar Amsterdam. Want Amsterdam ligt op de stoep. Wat voor auto gaan we eigenlijk rijden vandaag? Ik heb nog geen honger voor. Ja, ik ook, maar wat zullen we het gaan rijden? Zullen we eerst een ritje doen en dan de auto komt? Ja, dat kan ik ook doen. Gaan we een ritje doen en kijken of er een dealer is bij de Tesla in de plaats waar we heen gaan, weet je wel. En dan ja, daar gaan we de auto kopen, onze achterdealer. Ja. Renault! Ja, dat weten we niet. We rijden gewoon ergens naartoe. En als daar een dealer in de buurt is, gaan we daar gewoon een truck kopen. Dan gaan we ook een dealer. Tenzij er een Volvo dealer is, anders schiet het niet aan. Ja, ik zou een kleine contactje. Toch snelle bel. Een bieg. Roe, snel over alles. Vijf keer naar de repair. Ja, het is snelle bieg.
Hallo. Ik heb eens een Carrie Sprone. Ja, mama. Oh nee, dat is. Ik ben niet op de team speaker. Niet? Wel even tanken. Moet ik ook. Zo, ik heb in ieder geval getankt. Ik ook. Hier is de auto in de achteruit staan, dat is irritant, dat gebied. Ik weet niet, ik zit hem. Nou, even kijken of wij een vrachtje hebben ergens naartoe. Naartoe? Nee, naar naartoe. Oké, ga ik ook even kijken. Amsterdam. Ik heb naar Kopenhagen Bergen. Ik heb wat naar Bergen. Ik heb niks naar Bergen. Ik heb wat naar Bergen, een graver. Ik heb wel iets naar Stockholm. Naar Kopenhagen. Ja, dat is Denemarken. Dat is al... Ik ga even kijken bij extern. Rika. Ik kijk even bij extern. Ik heb iets in extern, heb ik een opslagtank naar Fractio. Waar waarheen? Ja, die heb ik ook. Die heb ik ook. Kijken. Van Trameri naar Dekkartrans. Ja, die heb ik ook. Waar naartoe zei je? Vaxio. Vaxio, Vaxio. Zweden. Naar... Zweden. Nou, waar redden jullie? Vaxio. Ja, een opslagtank. Ja, die heb ik ook. Hoor jullie me? Accepteren, accepteren. Dan zal ik het even doorgeven. Ja, welke Vaxio? Ja. Oké, die heb ik dan. Oké, die heb ik dan goed geaccepteerd. Zie je die ook 1 uur en 4 minuten? Rijden? Wij gaan naar Vaxio voor het opslagtank. Extern contract. Ja, die heb ik ook. Ik heb nog wel op Teamspeak, man. Nou, ik kan niet gaan zitten wachten van ik heb Jezus, wat zijn we hier nou allemaal weer aan het doen? Ik moet even naar kanaal 20. Wij hebben een rit naar Vaxio. Dat is Vaxio, Zweden, een opslagtank, een extern contract. Wow! The fuck, hé! Oeh, ik ga foto's schieten, man, zo moet niet! Hoppa! Ja, doe dat maar dan. Ik wil ook een foto van de andere kant maken. Er is dit... Iemand stuurt ook gewoon ha 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 ha. Koopfoto maken. En wij moeten hem ophalen bij Trameri. En we gaan naar Vaxio, zo'n opslagtank. Ja, flikker eens op daar, man. Maar joh, het is hier best wel druk hoor. Ja, wacht maar gewoon daar, Marcellus. Niet naar buiten rijden. Hij staat achter. Was niet. Nee, hij heeft een trailer. Hij is tussen. Hij was er, kon er nog net tussendoor. Ja. Gaan we nog naar binnen of wat? Dus we hebben gewoon report voor blocking. Eigenlijk doet hij het. Ja. Wel. Ja. Ja, naar Zweden. Oh. Jullie zijn binnen? Ja, tenminste. Oh. Ja. Dat zal een machtig zijn.
Wauw, wat was het, Jacob? Die trailer stond hier naast mij, helemaal aan het glitsen. Ja, precies, ja. Naast mijn trailer. Ik denk hier bij mij. Gewoon hier blijven staan, hoor, Marcellus. We gaan gewoon niet wegrijden. Maar je moet wel je auto in de normale versnelling zetten, want dat is toch helemaal gek van. Zo? Ja. Wachten. Even wachten op Gean. Ja, wij wachten even tot Gean de trailer heeft. Ik heb hem, hè. Heb je hem? Ja. Rij maar zelfs. We gaan rijden. Pas op, hier is een gozer. Ja, rem maar af, Marcellus, dan. Je moet uit de buurt blijven. Niet te dicht erop, met zoveel lag. Gewoon rustig erlangs, rustig erlangs. Oh, sorry. Wie raakt hier nou weer? Kijk ook gewoon rustig er langs. Staat minder stil op de weg. Laat lekker stil staan. Ja, ik kan er niet langs, dat is het probleem. Nee, ik kan er echt niet langs. Hij zet hem even op de vluchtstrook neer. Bruks, reporter. Laat me even helpen, wacht even hoor. Want hij kan daar wel langs, ik kan erop langs. Oh nee, laat maar. Hij is al... Uit de buurt blijven blijven. Ja, hij is gewoon overal op de weg met stilstaan. Oh. Zo. Wat een lijkje dat wel is. Oh, Mike, komt er dan in? Hoe kun je dit spel nou gaan spelen zonder Mike? Dat werkt het niet? Niet echt. Nee, wel jongens. Oké. Die komt er langs. Ja, die raakt mij zwart. Oh, echt? Wat, hè? Nou, gewoon voorzichtig rijden, Marcellus. Leerling. Je bent een leerling onder de chauffeurs. Hé, Marcellus? Ja. Voorzichtig rijden. Ik ben dan gewoon geen antwoord geven. Mooie stoet. Ja, daarom zeg ik voorzichtig rijden. Hè? Oh, ik ben met Marcel en Schean snelle bellen gaan rijden. Mensen, vergeet niet te abonneren op het kanaal. Blauw duimpje omhoog. Ik kan hem ervoor gooien nou, Marcellus. Ja? Wil je meer rijden, gooi het in de chat. Mag meer rijden. Kom er zelf mee? Ja, ik rij achter, ik kom eraan. Ik zie jou richting uit. Ik had tegen Fox gezegd, even rustig aan, hoe netjes rijden. Misschien even gas loslaten. Hij rijdt natuurlijk nog steeds die Scania. Gas loslaten, dan doe ik het. Ja, gewoon rustig Marcellus, gewoon rustig. Wij rijden, wij komen nou aan, dus We zijn met z'n vieren.
God, druk daar niet aan. Jongen. Hè? Druk daar niet aan, ja. Ja? Ja. Twee weg naar nee. Hé Jan, ik zie je rijden. Ik zie je rijden. Ja, onze opzet is gewoon ons eigen convoy starten. Ja. We hebben nog meer zorgen in de dat ik ze hem laat lezen. Nee, maar dat Michel die vindt dat niks, dat is geen spel van Michel. Nee. Ja, oké. Okay. Marcellus rijdt voorop, dus ik loop op jou in, ik moet nou even gas loslaten. Oh nee, 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 zo erg. Zo erg is het niet. Zelfs rijdt mooi voorop. Die snelle buig achter de lijn. Ja. Jan, hoeveel mensen kijken er eigenlijk? Vier. Wij hebben een opslagtankje van 11 ton. Er zijn 4 mensen aan kijkers. En kijk jij ook de stream? Ik heb hem wel aanstaan. Ja, maar zelfs niet, want dan moeten we de computer aanzetten en dan gaat het niet worden. Ik heb Van mijn telefoon is in het water gevallen. Zo je vertellen. Ja, je hebt nou toch ook alle DLC. Ja, ik heb geen idee. Ik denk eerder Spanje of zo. Oh, zo meteen voor me laden. Om de kamer daar laten laden. En die draadje van de stekker. Nee. Die ging achter hoop. Dat bleek van mijn moeder en die viel werkt toen. Niet. Toen was het in het kastje. Ja, de telefoon gewoon in het water kleuren, dat is natuurlijk niet meer. Ik heb alleen de chat aanstaan, dus ik heb het al helemaal open op de telefoon. Ik ga jou met 1 km per uur inhalen nou. Ik moest even remmen. Marcel, even zo direct gas loslaten, want je loopt uit de kons. Pas op voor die hele convoy die op de vlucht is. Laat zeg ik alvast. Piep, piep, piep. Kijk uit hè Marcel, je krijgt zo direct een afrit. En dat is zo'n afrit dat is jouw favoriete, dan wil je de vangrail nog wel eens dragen. Ik denk, ik kan gewoon rustig afremmen naar 40 hoor, niks aan de hand. 65. Ja, ik moest wel afremmen.
deur is natuurlijk echt. Dat komt voor, komt achter ons aan. Ja. De motor's aan. Een ruitje wordt ingehaald, komt de trailer aan, hoge snelheid. Marcellus? Ja? Kijk uit, komt de trailer aan met hoge snelheid. Oh. Maar hij heeft geen keus daar. Ik achter me. Nee, ik was steeds vol in de ankers. What the fuck? Wat ja, daar zit weer een blauwe voor een fucking blueberry. Ja, sorry, jij schaadt het best, maar... Ik heb geen schade, joh. Ik raak nieuw achterin. Niks van genomen. Ik heb geen schade. Dus, Marcellus? Ja? Gas los. Ja, Marcellus, natuurlijk. Point man. Hij ligt hem op de baan. Gas los, wij liggen ver achter. Dan een stel van die blauwe ervoor. Oh, die ene is convoy. Wat nou? Wat nu, wat nu, wat nu? Ah, ik wil fucking naar slikken. Ah, wat een begon. Hoe even stoppen? Vluchtstrook, vluchtstrook. Vluchtstrook, vluchtstrook. Ik ben nu aan het afremmen. Ik ben Gijan, ja. Die werd die al inhalen en die werd gebeukt. Ik kan die naam niet spelen. Dat is niet zo fijn, nee. Wie was dat, Gijan? Ik weet niet, ik kan zijn naam niet eens uitspreken. Ja, is dat de rest die Dimitri? Eraan komt met die auto's op de trailer. Dat is waarschijnlijk dan die de Mits of ja, Ergius. Zoiets, eentje. De Mits? Ja, daar kan ik maar in. De mix, report. Blocking, ramming, controlling, grieving. Send report. Wat zei jij? Blocking? Ja, ik heb hem al gereport. Ik ga langs gaan. Hij begon net te slingen, ja. Ik denk dat. Ik denk hem er wel recht langs in. Dan gooit hij volgens rechts uit. Ik heb een skate. Ik kan het weekend niet mee drukken. Ga maar rijden, Marcellus. Ja? Hey. Ik zag ook op de screen dat ik niks verkeerd zie. Patrick. Ja. Kan je tegen een snelle Belg zeggen dat hij zijn alarmlicht aan het rijden is? Nee, hij wacht dat jij voorop rijdt. Fox rijdt voorop. Hij rijdt altijd bij ons voorop. Ja, maar voor mij wel. Hoeveel versnellingen mis je? Wow, spookrijden! Wow, spookrijden, spookrijden! Wat zoet je nu weer drie vragen? Ja! We moeten even bij een stadje eraf. Ja? Dan weet ik dat. We gaan bij de eerstvolgende stad eraf. Dus met Gijan dan? Bremen, dat is Bremen. We gaan naar Bremen. Dus we gaan de bordjes Bremen volgen. We hoeven er niet hier af, maar de volgende eraf. Kijk, we gaan eventjes, dan kan Gijan even de vrachtwagen repareren. Oké.
Hoeveel schade heeft hij aan de trailer dan? Ja, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat wij even bij Bremen eraf gaan. Bremen. Wij komen langs Bremen, dus we moeten die hierna af. Hey. Hier zo direct de afslag nemen, Marcellus. Waar ik nu ben. Ja, gewoon rustig rijden, niet te hard, rem maar als het nodig is, maar niet eraf. Dan gaan we naar de repair. Zo nodig, hij zat aan het poetsen. Aan het allemaal poetsen. De versnellingsbak. De versnellingsbak is kapot. Oeh. Ja, dat deed je goed. We rijden rechtdoor, rechtdoor. Auw. Ik denk steeds de hele tijd dat ik moet afslaan. Ja, je moet zo direct afslaan. Hier afslaan, Marcellus. En dan zie je ook de repair. Oh! Klets! Klets! Dat is de eerste keer, ja. Klets! Dat is niet de eerste keer, hoor. Het is inderdaad niet de eerste keer dat dit gebeurt, maar we gaan naar de repair, dus in de achteruit met dat ding. Direct aan de verkeerde kant van de weg rijden. Auw. Ja, gewoon er maar voor. Je moet naar de goede weg helft. Knapt het niet helemaal, hè? Kijk. Ik heb 3% schade aan mijn vriend. Ja, dat is niet zo erg. Hier kan je zo direct repair op, jongen. Netjes richting aan, hè. System server will be updated in 1 minute. Oeh. Hoe bedoel je? Ja, we krijgen een berichtje. Oh, en wij hebben een extern contract, hé. Wat een geluk, man. Wij verliezen er niks af. Gaat het gebeuren, hè? Er was een update in 1 minuut, dus blijf maar hier staan. Ja, no ik zou hier niet weg, want je hebt kans dat wij namelijk gekikt worden. Wacht even, ik ga ook even naar kanaal interswitchen, zodat ik Jan ook kan horen. Je hoeft alleen maar op kruisje te drukken, vriend. Echt? Ja, serverminute die wordt geüpdate met een minuut, dus ik blijf hier staan. Maar ik ga niet rijden, want als je gekikt wordt, spawn je straks ergens midden op de straat. Ik wil wat naar kijken. F6 is het toch niet heel zwaar? Nee, 3% en ook wel. Nee, laten we de auto's hier neerzetten, man. Met de drukking bij elkaar. Server closed. The connection. The connection again. Restart the game. Oké, is iedereen blij ermee? Update. Dan ga ik er even uit. Afsluiten. Moet ik ook afsluiten? Ja, want ik kan hem, er is waarschijnlijk een update. Of ze hebben alleen server onderhoud gedaan. Ik ga nou kijken. Moet ik afsluiten? Ja, ik ga afsluiten. Ja, je moet afsluiten. Install available updates. Ja, mooi. Dat is voor de laatste update. Oh, dan kan ik het spel weer updaten. Nou, dan kan je het spel weer gaan updaten. Ja, dat is wel. Ja. Install available updates. Ik ga meer updaten. Oh, het duurt best wel. Het gaat best wel snel. Nou, maar toch, dit is. Normaal zijn die files niet zo heel groot. Dit is toch wel voor hun. We doen een redelijk grote 4 MB. 4 MB? Dat is niks. Nee, maar normaal zijn de MB's maar 2 MB, alleen de eerste die was 13. En normaal is dan een updateje is 2 MB, maar deze is 4, dus dat is een grote update voor hun doen.
Dan ga ik even kijken tot Maar bij mij loopt hij nu vast. Hij loopt niet vast. Iedereen downloadt het nou, dus zijn heel veel. Ja, iedereen downloadt het, dus het duurt allemaal wat langer, kerel. Gewoon relax, komt voor zover. Komt één, allemaal voor zover. Ja, precies, één van de twee. Hoppakee, hij loopt alweer. Dan zeg ik, iedereen gaat massaal downloaden. Ja. Maar dat betekent dat ik de game ook weer terug moet zetten naar zijn originele versie. Ik heb geen eerste bewerker. Ja, moet je gewoon uitschrijven voor de beta's. Als je hebt uitgeschreven voor de beta, dan zet hij hem automatisch terug. Remote server returned an error 500. Internal server error. Press OK to retry. En Patrick, waarom moet je dat eigenlijk dan doen? Omdat het vanwege de speciaal transport is. Oh, dat is kut als ze die nou hebben toegevoegd, hé. Je hebt level 22 zijn voor de ene zwaailig en level 26 voor die andere. Dat is zuur. Oh, nou, hij heeft 14 weer. Hij zegt natuurlijk een keidrukke server nou, hè. Iedereen is massaal aan het downloaden. Is nog steeds aan het updaten. Ja, ik kom voor mijn ook. Rustig, hoor. Voor mij ook. En ik heb snel internet, dus ik heb een snelle computer, maar voor mij doet het ook wel. Ja. Als je daar dik 10.000 mannen hebt die ineens die server gaan overbelasten, dan net als mijn server gewoon dik DDoS. Tuurlijk. Je wordt echt gehammerd. Fucking hell, ik heb geen idee, ik kan iemand komen. Stel eens dat vandaag op koud. Ugh. En dat ging zo mooi, we waren zo mooi weg. Zelfs Marcellus reed netjes. Oh. Totdat wij in Bremen kwamen, toen dacht ik van, oh, dat is een leuke vangrail. Ik ga even Duke's Hazard spelen. Dat wou ik net gaan zeggen. Wat voor scherm zie je nou dat best? Ik heb eigenlijk niks aangepast. Het beginscherm, we beginnen zo. Dat doet u bij zelf, dat is wel ideaal hoor. Ja, dat is echt ideaal. Ik heb gisteren Oldenbroek nog even geholpen met YouTube gebeuren. Ja, ik heb direct geabonneerd met onze streamteam en mijn eigen. Tijdens een webclient aanvraag is uit stream opgetreden. Ook. Ja, dat is oké. Gewoon oké, klik en nog een keer doen. Dan komt dat die server zo overbelast is. Hebben jullie dat ook? Ja, Gean had dat ook. Ik heb het nog niet, maar mijn console, let maar op. Met de servers van Dusk niet, maar... Dat is gewoon een server timeout. Mm-hmm. Veel meer. La la la. Oké, dan moet ik hem opnieuw doen. Nou, wat is dat? Ik wil nu weer stream voor jezelf. Ja, we hebben een ding op gang gezet, jongen. Ja, misschien doe ik dat vanavond wel, hè. Kijk, wou dat er nou mensen subscriben, dan kon je daar achter komen. Ja. Wat verdomme, ik zit wel in de pechzone. Mijn download stagneert weer. Kijk, het is gewoon wat knetterdruk, want iedereen is die update aan het downloaden. Ik denk dat ik het wel vast terugzet. Hij is nog aan het downloaden, dus zo. Ondertussen ook gewoon de stream kijken? Nee, want dat beïnvloedt je download, gewoon niet doen. Dan ga ik even tot de drie vragen. Verdomme, ik kan weer retryen. Nee, ik ben wel met file 2 bezig. Ja, ik niet. Mijn ook. Ik zit nog steeds met file 1. Ja, dat is wel zo.
Ja, ik ga denk ik wel even de game terugzetten dan. Patrick. Ja. Patrick. Ja. Mijn blijft tegen jongens. Ja. Oeh, jongen, ongeduldig. Geduld. Ja. Beta's, public beta, uitschrijven voor beta's. De school is niet aan. Van mij wel. Oeh, dan kan ik mijn mooie nieuwswaailichten gebruiken. Oh, fucking hell. Als ik kachel was, hoor. Oh ja. Dat betekent dat ik hele mooie knipperende ledjes voorin heb. Zo, hij gaat gewoon naar 22 graden sambal. Hartstikke dikkie. Ga hem even hebben. Nou, Facebook of YouTube, hier komt hij dan. Zombies. Dom de zeker zijn. Wat verdomme, stagneert hij bij 3.3 MB van de eerste man. Heel snel. Ja, zeker, dan ga ik door naar de tweede. Ja, dat krijg je. Iedereen is eruit gegooid, dus iedereen is massaal aan het updaten. Daar heb ik gelukkig geen last van. Oh, helemaal kapot. Allemaal sneeuw erin. Wil we chips pakken, maar dat mooi zit. Zo, dat over die jak heen, dat heb je weer zo. Ja. Ach ja. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. User joined your channel. Yo, ik heb de eerste binnen. Ja, goeiedag, hè. Hey, ik ga wel mijn micro muten. Want ik ben in de living. Heel feestje. Ik heb in ieder geval de tweede binnen, dus ik heb het spel al teruggezet naar de vorige versie. Ik heb direct uitgegeven van beta's. Of via Bibio 2 krijgt de muisknop op ETS. Beta, eigenschappen, beta's uitschrijven. Nee, ik ben het spel ook al aan het terugzetten, is al bijna klaar. Ik kan tussendoor wel. Er zijn Nederlandse dingen bij gekomen, zeker. Wat? Channels. Er zijn Nederlandse channels bij je kant, hè? Ja. Ja. Bibliotheek. Ja, dus bibliotheek. User disconnected from your channel. Ja, en dan downloads. En dan rechtermuisknop op ETS 2. Ja. Eigenschappen? Ja, en dan naar beta's en uitschrijven voor beta's. Moet je ook even doen. Beta's. Gaat hierheen. Rechtermuisknop. Bibliotheek. ETS 2. Eigenschappen. Beta's. En dan uitschrijven. Geen. Uitschrijven van alle beta's. Want dan update hij hem automatisch. Bij mij is hij klaar dus. Oké, en dan kan ik hem gewoon slopen, hoor. Ja. Wat verdomme man, ik probeer nou ook de tweede binnen te krijgen man. 0 van de 1 items voltooid, oké. Ja, dan zet hij namelijk weer terug naar de laatste versie. Want ik ga ervan uit dat de update is. 1.30. File 1 van de 2 of file 2? Dat kan ik niet zien, het is hier voor 1.30, 1.6. Ja, ik kom er wel aan, ik zal het wel weer doen. Wat heb ik nou gezegd wat ik gewoon moet doen? Gewoon doen wat ik zeg, want er staat temporary. Hierheen.
user joined your channel. Ja, ik ben weer terug. In de blue screen. Dus ik ben nog een ander. We hebben nog een sofa in. Ik heb een beetje. 1, 2, 3 bekers, 4 bekers. Marcel, is er nee. Marcel, ja? Oh, zeg het tegen Patrick dat ik er zo weer aan kom, dat ik één weg moet. Oké. Bij mij, ik kan daar niet installeren. Nee, het is niet. Oh, dat is zo druk. Patrick. Ja. Hey, Jan is even weg. Ja, dat is goed. Ik heb de eerste update heb ik binnen, de tweede van 13 MB niet. Maar het is, die servers worden gewoon zo gehammerd nou, hè. Dat is niet normaal. Kunnen we dat binnen s'nachts doen ofzo? Natuurlijk niet, want ze willen dat iedereen gewoon lekker... ik bedoel, wat zou toch tof zijn als je nou dus wel de zware transporten kon spelen? Ik ga ervan uit dat die eerste patch gewoon puur compatible maken is van de versienummer. En dat de volgende update daadwerkelijk iets is met het zwaar transport. Het zij een andere server of... Ik heb de eerste, er zijn twee files, één van 4 MB en één van 13 MB. Maar die servers die worden zo gehammerd nou. Iedereen is massaal aan het downloaden. Laat eens kijken. Er was gisteren toen iemand die ging vragen voor Nederlandse channels, toch? Ja. Die heeft 2 uur, meer zelfs, heeft tot 4 uur in die helpdesk gezeten. Blijven wachten. Ah. Oh, ik ben ondertussen bij iemand anders gaan spelen. 20 man. Wat volhouden. Ik heb daarnet ineens een blue screen kreeg. Oh, nee, dat niet. Ja, mama. Is dat bij jullie al klaar? Nee. Moet hem weer redraaien. Moest ik net ook. Gewoon blijven redraaien. Zeg, het is gewoon omdat de service druk is. Niks, geen probleem. Oh, iedereen wil dat ding downloaden. Nou, dan krijg je zo'n overload op de server. Opnieuw laden. Het ligt nog plat. Chat with admins. Koreel, dat het geduurd. Nou, wij zijn nog niet in de game. Oh, dat gepiept, dat is als je je mic mute. Om je te laten weten dat je je mic gemute hebt. Hey, wat is dit? Ik ben blij dat ik over 2 weken lekker vakantie. Dat is een
inderdaad wel leuk. Ja, nog een weekje werken en lekker vakantie. Oh, retry. Wilt u al lang, Marcelie? Zeg je? Wilt u al lang weer terug? Ja. Nee, hij speelde in de jongen in de liga, Marcellus. Zo lang speel jij dat nog niet? Nee, niet zo lang. Nee, nou, Janne vraagt of ik al lang speel. Oh, nee, hoeveel jaar is hij? 8. Oh. Toen kon ik nog niet zo goed rijden. Zo. Toen speelde ik dat nog niet. Maar hij zit in een andere kamer. Ik kan hem ook nog in de gaten houden. Wat zei mama net dan, Marcellus? Hij 2 uurtjes? Ik had nog een record en die moest ik niet uit. Ja, nou ja, we hebben hem eigenlijk bijna niet kunnen rijden. Marcellus rijdt bij ons altijd voorop. Die geeft altijd aan wat er aankomt. Oh. En het is leuk als die wat raakt, zoals die vangrail. Zijn jullie familie van jullie of zo? Die zoontje. Oh, oké. Okay. Ik heb hem die PC bij mijn werk meegenomen, zodat hij ook kon spelen. Gewoon meegenomen. Zo. Dan kan hij ook spelen, dus ja, als hij het genoeg speelt en serieus meedoet, dan krijgt hij van Gean de Vive la France en Italia DLC. Maar heeft hij ook alle DLC's. Dus waar ik een sportpack, die koop ik dan zelf. Nou, eigenlijk kan ik dat niet. Die download gaat erg langzaam. Ja, dat komt wel goed, jongen. Heb je die eerst al binnen, Marcellus? Marcellus? Ja? Heb je die eerste nou al binnen, die eerste file van 4MB? Nee. Kijk, wat ging Gea doen dan? Hij moest ergens zien. Ging we doen. Ja, dan gaat hij. Ik denk dat hij even bij Henk is. Ik ben nog steeds bezig met die ene van 4,1 MB. Ik kom niet verder als 3 MB, weet ik er nog eruit gekikt. Maar ja goed, we hebben het spel al teruggezet naar de originele versie, dus ja. Ja, en zou het heel lullig zijn, weet je wel, als daarvoor de patch niet is, weet je wel, dan kan je nog niet hoe weer het spel weer terugzetten. Horen jullie dat heel vaak activate en weer mute? Nee. Oh, oké, alle gelukkig. Het is heel goed zo. Microphone activate, microphone mute. Oh. 3,6 MB. Nou, en dan wordt het ook uitgekikt. Gean die is zo al klaar om te spelen. Beetje jammer dat hij nou... Is nu bij de laatste bezig. Ja, mij ook, maar ik kom niet verder als 3,6 MB. Kom tot 3,75. Oh, retry.
Wat is de Steam-naam van Marcellus? Fox 1, 2, 3, 4, 5. 5-0. Gewoon 1, 2, 3, 4? Ja, en dan 5-0. Ik vind het niet. Weet jij de map op Steam? Dan kan ik jou even misschien op Jarno, zoals ik dat op Steam kunt zien. Y-A-R-M-E. Dan H-E-Y-R-M-E. Vrienden. Heb je een profielfoto of zo? Ben je Janne? Ja. Van ik weet niet wat het is, maar. Zijn Steamnaam is trouwens Marcellus Kruisje of XNL. Janne. Ja. Heb jij een Kermit afbeelding? Nee. Hoe heet jij ook weer? Y-A-R. Ik denk dat het beter is als jij gewoon een Marcellus X en L zoekt. Ben ik weer? Yo, ik probeer nog steeds die tweede download binnen te krijgen. Oké, okay, nou, ik heb Ben. Ik moet even Henk bellen, want ik moest even naar Francisca. De kleine van Henk, die is zo benauwd, hoor, vol gruzel. Ja, dat had ik wel verwacht. Dat had ik verwacht. Ik ben aan het kijken tussen de vrienden van u, dat ik, maar ik zie u. Ah ja, ik zie hem. Ik heb het toegevoegd. Hij heeft geen bereik in dat kutfabriek van hem. Oké. Okay. Dat is allemaal metaal en zo. Ja. Bloembert is Nightbird is ook weer op vakantie, zie ik. Ja joh. Nee, ik als ik wil kan ik er weer in. Dat ben ik wel één van de weinigen. Wil ik de game in gaan of zou ik zeggen van wacht even? Ja. Ik wacht wel even. Ja. Europe 5, Hongkong, Europe 4, South America, Nova's, Europe, United States. Oh, is dat? Ik kan de Belgian paint shop kopen, maar u zegt. Nou, ik word weer eraf gegooid.
Band for Life. Waarvoor heb ik een keer gezien? Ik nog niet, dus ik ben benieuwd. Ja, ik kan de stream al stopzetten, dus schiet hem niet ofzo. Nee. Mensen... Als de update een beetje op tijd klaar is, dan... Dan zijn we terug. Dan zijn we weer terug. Maar anders... Streamen we morgen gewoon weer. En zo niet. Ja. Dan morgen zijn we sowieso wel live. Morgenavond niet, dan zit ik in de buurt. Nou, tot snel dan maar weer, hè.